De onzielde lichamen van de twee kleine kinderen die verdronken zijn bij het bootongeluk op de Kotika-rivier zijn gisteren geborgen. Het incident vond zondag plaats tussen de dorpen Lantiwe en Pinacharimi. Er zaten te veel mensen in de boot en de buitenboordmotor viel op een gegeven moment uit. De bootsman van een andere boot wilde hulp gaan bieden, maar naderde echter met veel te hoge snelheid. De passagiers van de getroffen boot raakten in paniek, waardoor de boot omkantelde. 11 personen konden worden gered, maar de 2 minderjarige kinderen verdwenen in de diepte. De lichamen zijn dicht bij de plek van het ongeval geborgen.